Welkom bij Café Koers in de Tour, de wielerpodcast van het Nieuwsblad die jou dagelijks meeneemt in de Tour de France. He lived up to Fabian's status there. Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt er nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de Remco Evenepoel. En het pétard de Mathieu van der Poel. Jonas Vingegaard die va remporter le Tour de France. Voilà, de eerste keer dat ik jullie meeneem naar de Tour de France. Ik zit in Rimini aan de aankomstplaats van de eerste etappe. De start was in Firenze. Daar zijn de renners ook en wij ook de voorbije dagen gebleven in de aanloop. Start in Firenze, etappe naar Rimini. 3800 hoogtemeters, heel zware etappe. Gevreesd, wordt een beetje gezegd, ja, de zwaarste toerstart ooit. In elk geval, zolang dat wij ons heugen. En wat het extra zwaar maakte, dat waren natuurlijk de temperaturen 35 graden. Ik kan zeggen dat ik heb een zwart t-shirt aan en dat ook echt een witte zoutafzetting op is. Dus je kan gaan indenken, voor de renners was het echt heel zwaar als je daar meteen moet in koersen. Gelukkig voor heel wat renners die komen van hoogtestage, daar was het ook al warm, of die hebben in Spanje getraind en die waren dus al een beetje gewoon aan de eerste hitte. Maar op het stuur van Arnaud Delis bijvoorbeeld bij de start, daar was een stickertje opgeplakt met het bidonplan. Om de 20 minuten dronk hij een bidon en ik zag 7 bidons staan. Er werd ook ijs uitgedeeld, ijs dat de renners onder hun truitje konden steken. En ik heb Mark Cavendish na de etappe in een ijsbad zien stappen en daar toch 10 minuten zien inzetten. Dus de warmte was echt wel een ding en maakte die etappe nog zwaarder. Heel verrassende ontknoping natuurlijk. Wie had gedacht dat Romain Bardet deze eerste etappe zou winnen? In zijn allerlaatste Tour pakt hij het geel en wint hij de openingsrit. En ja, het was een koppeltijdrit op een bepaald moment met Frank van den Broek. Niet Frank van den Broeke, maar Frank van den Broek. Dat is een Nederlander die ook voor DSM rijdt. En voilà, die zat mee in de ontsnapping. En die heeft dan Bardet kunnen op sleeptouw nemen en uiteindelijk uit de greep van het peloton houden. Even verrassend toch wel, wie had dat op voorhand gedacht, dat Wout van Aert derde zou worden en hij wint eigenlijk de pelotonspurt. Ja, je zou kunnen zeggen, gemiste kans dan, want wat als het peloton de twee vluchters had gegrepen, had Wout van Aert dan het geel en deze etappe kunnen winnen. Maar Wout zag dat uiteraard niet zo. Na zijn val in Dwars door Vlaanderen, zijn heel zware revalidatie en ja, aan de reactie na de etappe zag je toch wel dat hij echt heel diep gezeten heeft en dat het hem enorm deugd deed om terug op dit niveau te zijn. Dus voor Wout was dit ja, meer een soort van overwinning, een deugddoend gevoel dat hij terug bij de mensen is, dat hij terug op dit niveau kan meespelen. En dat belooft natuurlijk heel veel goed voor de rest van de Tour. We gaan eens luisteren naar Wout aan de aankomst. Hij werd behoorlijk emotioneel zelfs. Ja, ik voelde mij gewoon goed vandaag. En zoals de situatie nu was, had ik een kans. En op een of andere manier kreeg ik in de koers vertrouwen terug. En ja, we blijven gewoon twee sterke renners voor, dat ook nog eens ploegmaten zijn, dus dan, ja, dan weet je dat die kop over kop gaat rijden. Dus ja, chapeau voor hen, maar wij konden niet meer doen, dus ik ben eigenlijk tevreden, ja. Ja, en dan kwam er een moment dat het Wout van Aert echt te veel werd. Hij boog over zijn stuur. En ja, de stem brak, kwamen zelfs heel even tranen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit van ja, leeg te zijn, de warmte, de hitte, enorm afgezien. Maar ook ja, die hele revalidatie na die val in Dwars door Vlaanderen, die er enorm op ingehakt heeft, iets meer dan 2 maanden geleden. Zijn rug lag echt helemaal open, steentjes in die rug. En natuurlijk ook de sleutelbeenbreuk enorm afgezien. En dat komt dan allemaal samen. Ja, het doet heel veel deugd. Ja, ik zie het. Okay, ja, ik kan er niks over zeggen. Ik had dit niet verwacht. En ja, het is veel deugd om te tonen dat ik het nog steeds kan. Ik heb echt wel een zware periode gehad. Ja. Dus het kan nog erger. Ook bij de ploeg, ook bij Visma Lease Bike, was men eigenlijk vooral tevreden dat Wout van Aert goede benen getoond had. Dat ook Jonas Vingegaard goede benen bleek te hebben in die eerste etappe, want dat waren toch de twee vraagtekens. Ook Jonas Vingegaard gevallen in aanloop naar de Tour en een verstoorde voorbereiding gehad. En Merijn Zeeman die kon eigenlijk wel vrede hebben met het feit dat Romain Bardet die etappe won. En dat zegt eigenlijk veel. Meer dan een gemiste kans zag men het bij Visma Lease Bike vooral als een opsteker dat Wout van Aert terug was en dat Jonas Vingegaard zeker en vast goede dingen getoond heeft in een zeer zware etappe. Ik denk dat Wout echt ontzettend knap dat hij hier mee zit. En ja,
sprint gewonnen van het peloton. Ja, ze hadden het natuurlijk enorm gegund, maar de twee aanvallers hebben het gered en dat is ook mooi voor het wielrennen. Collega David van den Broek sprak aan de bus van Visma Lease Bike ook nog met Tish Benoot. Bij hem ook heel veel tevredenheid, vooral dat Wout van Aert en Jonas Vingegaard, de twee kopmannen, echt goed in orde bleken in deze heel zware eerste etappe. Uiteindelijk een positieve dag voor ons, denk ik. Ja, wat beter dan verwacht. Spijtig dat hij natuurlijk de rit niet wint, maar het is wel hoopgevend voor de toekomst. En ook denk Jonas was content, precies. Vrij vlot de rit overleeft. En op die voorlaatste klim, jullie hebben dan wel geprobeerd om nog tempo vrij hoog te houden? Ja, Ayuso zat wel achterin, maar uiteindelijk was het ook vooral de veiligheid kiezen en die afdalingen was wel telkens technisch. Het is wel goed voor in te zetten. Ja, wat vroeg me gewoon af, is er effectief ook door jullie voor een sprint gereden of was het op dat moment meer controle? Ja, het was vooral over die laatste gaan raken met Wout en dan wisten we wel dat er hulp ging komen. Maar ik weet zelf niet meer hoe dat gegaan is. Lekker dagje als ik het allemaal zie. Ja, het was pittig. Zout, 40 graden koersen, dus. Niet voor alle dagen. En dat was het heel lang wachten aan de finish tot de laatste renners, de laatste groep binnenkwam. Dat was ruim 39 minuten na de winnaar, na Romain Bardet. Binnen de tijdslimiet, dat wel, die haalden ze heel ruim nog eigenlijk. En het grappige was dat de allerlaatste, letterlijk de allerlaatste die binnenliep, dat Fabio Jacobsen was, de Nederlandse sprinter. En die rijdt ook voor Team DSM Firmenich Post.nl, zo heet die ploeg, helemaal voluit. Dezelfde ploeg als degene die als eerste over de streep was gekomen. Romain Bardet. En Fabio Jacobsen die kon daar best wel de humor van inzien, al had hij afgezien. Helemaal op het einde van het fragment hoor je het moment dat Mark Cavendish, die zat ook in dezelfde groep, dat hij dan passeert. En dat gaat gepaard met heel veel lawaai. Maar Jacobsen die was ook blij dat Cavendish daar wel bij zat met zijn hele ploeg om dat een beetje te regelen, dat ze toch op tijd zouden binnenkomen binnen de tijdslimiet. Ja, eerste en laatste. Maar gele trui in de ploeg en dat is het belangrijkste vandaag. Dus ik ben erdoor. Het was een lastige dag. Maar goed, dat wisten we van tevoren. En morgen genieten van Romain en het geel. Ja. Kan je de mix van emoties beschrijven? Want op een bepaald moment los jij, is het echt afzien. En dan op een bepaald moment hoor je in de oortjes waarschijnlijk, denk ik dan, wat er allemaal voorin aan het gebeuren is. Op de laatste klim hadden we door dat het echt wel wat kon worden. En wij zijn gewoon op onze manier ook aan het afzien. Maar met die tijdslimiet bezig en gewoon blijven draaien. Maar daar komt Mark aan. Ja, ik ben blij dat hij er is. Want door hem zitten we vandaag relatief op ons gemak. En Ik vroeg Fabio Jacobsen ook naar Frank van den Broek, zijn landgenoot en ploegmakker. Heel bijzonder verhaal. Vorig jaar was die kerel nog amateur, reed in het clubkampioenschap in Nederland, nu prof geworden en doet het meteen heel goed. Heeft uiteraard een zeer bijzondere naam, Frank van den Broek. Dat doet ons allemaal denken aan Frank van den Broeke. Eigenlijk was een sport korfbal. Hij heeft zich toen geblesseerd en in zijn revalidatie, omdat dat hetgene was wat hij nog kon doen, is hij beginnen fietsen en doet dat heel goed. Hij is een beetje de Nederlandse Victor Kampenaerts, zou ik zeggen, in die zin dat hij zelf zich enorm verdiept in performance, luistert naar heel veel podcasts erover, maakte ook vroeger zijn eigen gels. En het grappige is dat Fabio Jacobsen en Frank van den Broek 's ochtends nog hadden gegrapt over meegaan in de ontsnapping. En kijk wat het resultaat was. Ja, ik zag Frank bij de start en ik zeg nog tegen hem, spring maar een keer mee, het is gewoon een koers. En hij springt mee en hij zit in de kopgroep. Dus super gedaan. En we weten dat hij sterk is. Groot talent. En het is niet het laatste wat we van hem gezien hebben. Ziezo, dit was het eerste gedeelte van onze podcast. Dat is het concept dat we de komende weken gaan hanteren. Dan spreek ik dus met de hoofdrolspelers in de Tour om jullie echt mee te nemen in de Ronde van Frankrijk. Voor deze eerste aflevering hebben we ook een tweede gedeelte waar ik met mijn collega's van het Nieuwsblad de aanloop naar de Tourstart een beetje bespreek en wat ons vooral bijgebleven is. Wij waren van woensdag in Firenze, net zoals de meeste renners, en we bespreken wat ons bijgebleven is voor de start zaterdag. En aan de microfoon hebben mee aangeschoven Jan-Pieter de Vlieger, JP, en David van den Broek, beter bekend als Dave. Voilà, geniet ervan. Ziezo, en in het tweede deel van de podcast zit ik op de hotelkamer van Jan-Pieter, JP. Dag, JP.
Dag Michael. De ruimste hotelkamer in Hotel Fortezza in Firenze, ja, die heb jij je toegeëigend. Nee, het was lotje trekken. Ik heb de beste eruit gekregen. Ja. Ik heb begrepen dat de badkamer bijna even groot is dan Seba's en zijn kamer. Ja, altijd niet groter. Ja. Ja. Maar dat ligt vooral aan Seba's en kamer. Dave, tevreden over jouw kamer? David? Ja, ook heel ruim eigenlijk. Ja, voilà. Ik voel me een beetje schuldig tegenover u natuurlijk. Ja. Je hebt één persoonsbed, terwijl je de grootste van de dood bent. Ja. Seba en ik zitten inderdaad in de kleinste kamer. David van den Broek. Goedenavond. Voilà, de bedoeling is een beetje dat wij de voorbije dagen, want wij zijn hier aangekomen dinsdagavond laat en woensdag is eigenlijk alles al een beetje in gang gegaan met persconferenties, met allerlei persmomenten, ook wat fotomomenten enzovoort. En dat we een kleine blik achter de schermen geven van ja, onze indrukken van de voorbije dagen voor de Tour eigenlijk van start gegaan is. Dave, ja, zeg eens, je hebt onder andere persconferentie bijgewoond van de grote favoriet Tadej Pogacar. Klopt. Ik weet niet wat je nog allemaal gedaan hebt, maar zijn er dingen die jou bijgebleven zijn, die leuk zijn aan de mensen? Ik moet even nadenken over de dagen, want zo snel gaat het hier. Ja, denk woensdag ben ik met de cameraman, met Seba, naar het hotel van Quickstep geweest, ja. Morgens, van Sudal Quickstep. Omdat ze daar gingen losrijden. Allee, ja. Losrijden, ik heb gezien achteraf dat het toch een goede pittige training was. Dus dat was om de keer te gaan zien hoe het met Remco Evenepoel is. Daar hangt nog een verhaal aan vast. Aan het hotel van Quickstep, Hotel 500. Ja, ja. Dat hebben we dan gevonden op een of andere ingenieuze manier, maar dat ga jij moeten vertellen, want ik heb totaal geen idee. Ja, blijkbaar, GP, je hebt 10 Tour de France's. Ploegen zouden niet zo happig zijn om hun hotels prijs te geven waar ze zitten. Klopt dat? Ja, ik denk dat dat min of meer klopt. Vroeger stonden die hotels altijd in het roadbook, maar dat is eruit gegaan. En ik denk dat wij daar een beetje schuldig aan zijn. Ja. Dus precies om de reden dat er dan journalisten gaan postvatten aan de poorten van het hotel en zo. Ja. En dat stellen ze niet altijd op prijs. Maar Michael, je had... Ja, ik kreeg de vraag van een fotograaf. Weten jullie het hotel zijn van Sudal Quickstep? Ik vroeg in de groep van... Ja, en dan kreeg ik ook het antwoord van... ze zullen dat niet graag hebben, dat we dat gewoon aan de persverantwoordelijke vragen. Die gaat dat niet zo gewoon zeggen. En toen ben ik op zoek gegaan. Ik dacht van, misschien is het ergens te vinden op social media. Maar niemand van Quickstep, geen renners, geen entourage, had eigenlijk het hotel getagd. Maar er waren wel filmpjes. filmpjes genomen in het hotel. En ik heb via AI het hotel kunnen... Ik was zelf verbluft eigenlijk over de kracht van AI, wat er allemaal mee mogelijk is. Trots op jezelf, hè? Nee. Echt meer onder de indruk van AI en de mogelijkheden. Want ik had een screenshot genomen van een van die beelden waarop er eigenlijk wat bloempotten stonden, niet meer. En ik heb dat dan door Google Lens, dat is een AI-motor die dan alle afbeeldingen van heel het internet opsnort. En dan kreeg ik onmiddellijk een hotel in de buurt van Firenze, Hotel 500. Dan gaan kijken, inderdaad, de foto's die daar op de website stonden. En ja, er stonden echt foto's met identiek dezelfde bloembakken. Dat heb ik laten weten aan de fotograaf. Ja, dat is toch wel opvallend gelijkaardig. Die is gaan kijken en het bleek effectief het hotel van Quickstep. Als je het zo vertelt, ik vind het wel een beetje creepy. Doe je dat in België ook soms? ja, ik weet u wonen, Dave. ja, ongetwijfeld. Ik was zelf verbaasd. Ja, maar dat is wel handig. Ja. Maar hoe zat het uiteindelijk? Was Remco Evenepoel geambeteerd dat jullie daar stonden? Nee, want de staf verwelkomde ons en de fotografen eigenlijk direct. En goeiedag iedereen. En er was niet veel stress bij. Mikel Landa was er een spotje aan het opnemen voor een paar cameramannen. Het was wel plezant om te zien. En dan, even de poel en zo ook, met de glimlach allemaal. Ja, zonder mondmasker nog. Toen nog wel, ja. We sliepen trouwens bij Bahrein op hotel, dus ook wel veel ploegen samen, denk ik zo. Ja. En intussen heb ik ook via zo'n lijst gekregen van waar de ploegen zaterdagavond allemaal verblijven. Ah ja. Maar dat is dan via, ik weet ook niet waar dat gehaald hebben. Ideaal dat ja, voilà, dat is wel handig voor ons. Hoeveel hebben we daarvoor betaald voor die lijst? nee, maar dan moet alleszins geen AI niet meer gaan. Nee, oké, dat scheelt wel enigszins. Het verbaast mij niet dat Evenepoel er geen probleem mee had. Ik vind dat hij heel relaxed overkomt. Ik heb elke persconferentie met hem al gedaan. En er zijn er best wel veel geweest. Ja. Eigenlijk al 3 in de eerste 3 dagen. Ja, zelfs toen we op weg waren naar hier, zijn we moeten stoppen langs de kant. En ja, in om een videoconference. Wegrestaurant heb je een videoconference gedaan. Ja, inderdaad. En hij maakt, ik denk, in elke persconferentie heeft hij al minstens 1 mopje gemaakt. Ah. Meestal zijn ze nog wel oké ook. Dus... Geef eens een voorbeeld van de humor van Remco Evenepoel. Bijvoorbeeld in het wegrestaurant. Dus inderdaad, dat was inloggen via Zoom. En dat was samen met een Franstalige collega. En die had nogal een bizarre achtergrond ingesteld, zoals dat je kan doen in Zoom-meetings. Bij hem was dat een soort spaceship dat ergens op de achtergrond stond. En bij een van zijn eerste vragen viel de verbinding weg, waardoor het beeld bevroor, typisch voor
een Zoom-meeting. En wanneer hij terugkwam, zei Evenepoel, ja, jij zit op Mars, moet niet verbaasd zijn dat er daar geen internet is. Ja, van okay. Evenepoel vinden we dat een goed mopje. Ja, natuurlijk. Mocht jij dat maken? Maar, ja, maar dat, ja, het geeft wel aan dat hij... Dat hij op zijn gemak is. Ja, dat hij dat niet met... dat hij het één niet als een verplicht nummer ziet en twee niet heel gecruspeerd of helemaal... Zeker niet. Ik denk dat hij van... al die renners zo de meeste naturel aan de dag legt in zijn persoptredens. Een beetje er ook van bepaalde situaties geleerd, denk ik. Want ik denk de vorige Vuelta leek je zo heel opgefokt te beginnen. Maar natuurlijk, dat was ook door die tijdrit dat ze dan s'nachts moesten rijden. Maar goed, hij beseft volgens mij nu wel, ik ga mijn hoofd hier moeten koelen houden. Het is superveel chaos in de Tour. Het gaat belangrijk zijn om... gewoon rustig te blijven. Ja. Eigenlijk met een goede mentale gesteldheid, met het omarmen allemaal. Het hoort erbij natuurlijk ook bij de Tour. Hij zei ook wel in zijn persconferentie dan in het Palazzo daar... Palazzo, ben de naam kwijt. Palazzo Vecchio, inderdaad. Zei ook toen hij de zaal binnenkwam van wow, amai. En ja, hij zei ook dat het de grootste persconferentie was die hij ooit had bijgewoond. Dus, De grootste persconferentie, maar wel in een klein zaaltje, vond ik. Want ik vind het opvallend, ik ben dan donderdag en vrijdag naar twee persconferenties geweest aan de perszaal, dat is een ander gebouw. Ja. En daar zaten, dat was Decathlon, AG Desert en Intermarché Wanty. Die zaten in gigantische aulas voor, erg om te zeggen, maar misschien 10 journalisten max of zo. En dan al die favorieten voor de Tour, voor de Tour eindstegen, die steken ze dan in zo'n parlementszaaltje van een weliswaar knap gebouw op, aan de Palazzo Vecchio, maar... ik vond het contrast een beetje raar eigenlijk. Ja, tot vreemd. Daar was, bij Pogacar was het drummen, omdat het zo'n klein zaaltje was. En bij die ander was het echt gigantisch groot. Ja. Ik heb op nog een vreemdere locatie een persconferentie gevolgd op de parking van de Lidl. Dat was Lidl Trek. In Bicenzio, in Campi Bicenzio is er een Lidl. Ja. De meest moderne kwam... ik was onderweg naar die plaats nog een aantal Lidl's tegengekomen, maar die waren duidelijk verouderd. En dit was een moderne exemplaar. Die zijn ze gaan uitzoeken wel. Ja, ik denk... dus dat was een hele grote parking waar dat dan de marketingafdeling allemaal standjes had opgezet met vers fruit, waar dat ze voor bekend staan. En er was ook een soort racecircuit waar dat je dan raceautootjes kon aansturen met de fiets wie het hardst trapte, won de race met zijn autootje. Was 4 op een rij en zo. En de renners kwamen ook naar daar en spraken daar met de pers. Ja. En hebben zij ook gereisd tegen elkaar of zo? Of hebben zij aan de spelletjes deelgenomen? Was dat, Als je nu vraagt, wat valt er op? Ik vind dat altijd in die eerste dagen dat je zo het spanningsveld ziet tussen wat de marketingafdeling een goed idee vond en wat dat de renners leuk vinden. Ja. Want ja, die willen rusten, neerzitten, op hun bed liggen en al die... persconferenties, ploegvoorstellings, allemaal recht staan, tijd verliezen. Ja, Kampenaert zei, het is een drukste dag die je vrijdag of donderdag, ik weet dat, met de ploegpresentatie, dat is eigenlijk de drukste dag van een Tour. En dan zie je wel, bijvoorbeeld, Tim de Klerk was dan wel 4 op een rij aan het spelen, dat voor hem minder stresserend is dan zo voor die kopmannen. Mats Pedersen was ook wel echt nog oké, maar je ziet wel dat hij van schaduwplekje naar schaduwplekje gebracht wordt om toch een beetje draaglijk te maken allemaal. Ja, we hebben ook Oliver Naassen gezien en die had zich ook wat mispakt aan wat er allemaal moest. Want blijkbaar vroegen ze de renners om allemaal een lange broek aan te doen, maar Oliver Naassen had geen lange broeken mee, had op het weerbericht gekeken, zei van ja, het wordt warm, mijn valies zit al goed vol, ik ga alleen maar shorts meepakken. En dus is hij moeten een broek gaan schooien bij een mechanicien. En die was veel te groot, dus hij heeft ergens een systeem gevonden om die broek te sluiten. En zo was het mij opgevallen van, ik zeg, amai, Oliver, serieus vermagen. Wat bleek dus een broek van een mechanicien te zijn. Dus daar had hij zich ook op miskeken. Dat is ook iets dat opvalt, vind ik, bij de Tour. Hoe bizar en scherp al die rijden staan. Ik vind dat echt even een pool tegenover Dauphiné. Dauphiné. Merk je dat? Ja, want... maar ik merkte dat dus toen niet. Ja. En dat zei Sportza-collega Christophe Meul vandaag ook ergens. Dat toen had je niet per se de indruk, als je ernaast stond, is dat nog niet scherp genoeg. Maar als je het verschil nu ziet, toch wel duidelijk die kilo's eraf. Ja, ik denk de Tour, dat het moment is dat de renners echt het scherpst van heel het seizoen zijn. En ik hield Philipsen ook in de gaten tijdens zijn persconferentie. Die zijn benen, de echt kabels die erop lagen. En aan Mathieu van der Poel zeiden ze ook alle journalisten van ja, ziet er opvallend scherp uit. En ja, Van der Poel zegt, ik zou niet weten hoeveel ik weeg. Ik weeg mezelf niet, maar wel, ja, hij zag er heel scherp uit. Ik ben ooit naar de Olympische Spelen geweest en toen was ook mijn favoriete plek aan de ingang van het atletendorp. Dat was zo, wij mochten
mochten net in het voorgeborgte van het atletendorp zitten. En dan die lichamen die je daar ziet van die topsporten, dat is, ja, elk lijf is afgesteld op de vereisten van de sport. Ja. Dan zie je Chinese basketters van 2,12 meter. En dat is echt, ik vind dat fenomenaal om dat te zien. En in de Tour hebben we een beetje hetzelfde. Zo. Renners helemaal klaar voor de ultieme prestatie, dat is toch ook... Die aders. Ja. Ja. En dan zeker als je uit een perszaal komt natuurlijk. Ja. De journalisten die hebben iets minder aan hun gewicht gewerkt. Of in de andere richting. Zeg, Dave, ja, je hebt Tadej Pogacar. Welke indruk maakte hij? Was hij ook zo ontspannen voor jou? Hij was zeer ontspannen. Ja, hij zei zelfs heel ontspannen dat hij 10 dagen geleden nog COVID gehad. Dat was wel bijzonder. Er waren zo wel wat geruchten over. Maar ja, hij had eigenlijk op de ploegwebsite nog net gezegd: ik heb nog nooit zo goed gevoeld. Echt blakende vorm. En dan komt hij op die persconferentie toe en zegt hij... Ja, enerzijds... zijn grootvader was ook overleden, dus dat was ook al een minpunt in die voorbereiding. Een paar dagen training gemist. En dan langs zijn neus weg, ja, ik heb ook corona gehad. Ja, ik zat daar ook en dat was eigenlijk fenomenaal, want Pogacar zei dat inderdaad zo in een stroom van zinnen. En je hoorde die hele perszaal, zag al die koppen kijken van de grote favoriet van de Tour heeft COVID gehad. Nu, wij hadden dat gerucht wel al opgevangen met de redactie, maar ja, bon, je krijgt dat niet bevestigd. En wat we dan toch gezegd hebben, dat vond ik dan wel opvallend. Ja. Anderen zouden het achterhouden. Er zullen wel wat vragen over gekomen zijn, want inderdaad, de ronde gebeurd was. Ja. Maar Pedersen net hetzelfde, die kreeg ook de vraag van, ben je niet blij? Want zijn ploegmaat Tao Gegenhardt en Ciccone hadden allebei na de Dauphiné COVID gehad. Vroeger, ben je blij dat jij het niet gehad hebt? Ja, ik heb het wel gehad. Ja. Het maakt ook totaal niks. Was ook helemaal onbelangrijk. Nu, na de ploegvoorstelling heb ik met Tim Welles, ploegmakker van Tadej Pogacar, gesproken. Dat is wel fantastisch. Tegenwoordig is het niet meer zo nieuw voor ons. Hè. Bij Visma Leasebike hebben we dat ook gehad. Belgen die in de ploeg zitten van de potentiële toerwinnaar of de grote favoriet. Dus we zijn het al een beetje gewoon, maar toch bij UAE nu, Tim Welles. Het is zijn tweede seizoen, maar hij maakt nu deel uit van die toerploeg. Dus wel heel fijn dat ik die ook tijdens deze tour ga kunnen spreken. En ik dacht, ik ga het hem toch ook eens vragen van die COVID-besmetting. En ja, hij moest wel een beetje lachen van, ja, Tadej, ja, voor hem is dat allemaal niet. Maar ja, we zijn toch allemaal in isolatie gemoeten en zo. En enfin, we gaan eens luisteren naar Tim Welles. Pogacar is geen normale. Daarnet op de persconferentie zei hij langs de neus weg, goh ja, ik heb 10 dagen geleden COVID gehad en ging zomaar verder. En wij moesten als journalisten bijna doorvragen van, ja, COVID. Hij zegt, ik heb er niet te veel last van gehad. 1 dagje niet getraind. Jij was met hem mee op stage toen. Hè. Was dat inderdaad een... verkoudheidje van niet? Dat is nog altijd COVID geweest. Dus hij was fel geïsoleerd om ons niet aan te steken. Maar zoals je zelf zegt, dat hij is een speciale mens. De COVID is niet zo erg op hem geweest als op andere mensen. Dus al bij alles is dat meegevallen. Dat is toch even schrikken, hè? Als je dat hoort. Ook al lijkt het dan niet erg te zijn van onze grote kopman heeft COVID. Ik kan me voorstellen dat je dat toch even schrikt. Ja, inderdaad. Dat had erger kunnen zijn. Maar ik zeg het, al bij alles is dat heel goed afgelopen. Het is niet hard ziek geweest. Uiteindelijk is dat maar een paar dagen geduurd. En dat had de Tour heel hard kunnen beïnvloeden, maar uiteindelijk gaat er weinig rol spelen. Andere kopmannen genoeg, wel daar niet van natuurlijk. Hè. Is die rolverdeling in de ploeg heel goed uitgelegd? Is alles voor Tadej of zullen ook bepaalde mensen hoog in het klassement blijven staan? Ik kan natuurlijk niet alles uit de doeken doen, maar in grote lijnen. Ja, nee, ik denk dat het duidelijk is dat we één heel grote favoriet hebben op de eindoverwinning in de Tour de France. En als dat niveauverschil zo groot is, is dat geen probleem om iedereen dat makkelijk te aanvaarden. Heb jij nu dingen anders gedaan, anders getraind voor die rol of gewicht of zo? Nee, het is vooral, ja, iedereen verliest gewicht voor de Tour de France. Maar die voorbereiding is heel makkelijk, omdat voor de Dauphiné gaan we 3 weken met quasi de hele ploeg op hoogtestage. We worden daar in de watten gelegd, we hebben nutritionist, koks enzovoort. Dus je moet weinig doen, het enige wat je moet doen is trappen. Er wordt aan alles gedacht. Gaan we rechtstreeks naar de Dauphiné, wordt er een koers voor wat ritme voor te krijgen. En dan direct terug op hoogtestage en dan zitten we hier al in de Tour. Dus de voorbereiding is redelijk simpel, omdat alles voor u gedaan wordt. Laatste vraag, jouw kapsel, is het ooit al zo kort geweest en waarom? Nee, maar ik kreeg wat kritiek over mijn komende kaalheid. Dus ik heb gewoon de koe bij de horens gepakt. En ik ben hierin vooruit en ik heb alles afgeschoren. Ik zit ook in de fase, ik ben nog net aan het wachten, maar misschien de volgende Tour sta ik er ook zo. Ik heb het geaccepteerd, geen probleem. Okay. Veel succes. Dank je. Ja, Jan-Pieter, uiteindelijk, Remco Evenepoel verscheen ook wel met mondmasker op de persconferentie. Welke uitleg had hij daarvoor? Waarom? Want hij was de enige van de favorieten, of zelfs van iedereen die ik gezien heb.
Ja, ik begrijp het wel. Zijn uitleg was, ik wil niet meemaken wat ik in de Giro heb meegemaakt. En ja, jij was er ook vorig jaar in de Giro. Het equivalent van de persconferentie die hij nu gegeven heeft, de pre-race persconferentie, grote persconferentie, dat was een drama in de Giro vorig jaar. Dat was, ja, hoe wil je zoveel mogelijk mensen besmetten, prop ze allemaal in één kamer. Het was een beetje de hotelkamer van Seba met 30 man inderdaad. En de verwarming vol gas. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje in zijn achterhoofd zat. Ik maak het niet opnieuw mee, dat hij daarom zijn mondmasker aangezet. Dus eigenlijk was het meer omdat hij dacht van ja, ik weet niet in welke zaal ik ga terechtkomen, dus ik zet het op, want stel dat het zoals in de Giro is, maar ik denk achteraf, het is niet dat hij, heeft hij op de ploegvoorstelling nog het mondmasker of heeft hij voor de rest nog veel het mondmasker op? Nee. Ja. Dus ik denk dat echt dat de insteek was van als ik weer zo in een zaaltje terechtkom, dan... Ja. Zijn ze bij Soudal Quickstep bijzonder, want het is niet meer zo'n sexy onderwerp, COVID. Er zijn veel renners die er moeiteloos aan voorbij gaan. Maar ja, Sepp Kuss is hier niet en dat heeft toch ook met COVID te maken. Ja, ja, is hij ermee bezig, Remco? Of bij de ploeg? Ja, Patrick Lefevre is kwaad omdat hij vindt dat er te nonchalant mee omgegaan wordt. Dat er te veel renners of zelfs mensen in de staf in de koers blijven die positief testen. En het standpunt van Lefevre is, het is niet omdat voor jou niks betekent dat maar een verkoudheid is, dat iemand die je mogelijk besmet, dat die symptomen voor hem ook zo klein zijn. Dus dat vindt hij niet oké. Okay. I hate it, waren zijn... Oei. Goed, GP, Dave, ik ga jullie laten, want jullie wilden nog een film kijken, dacht ik. Dat was net tijdens ons diner ging het over een film. En jullie gaan die alle twee nog bekijken. Over welke film gaat het? Inglourious Basterds, maar het ging over slecht Italiaans spreken, wat dat wij allebei doen. Ah, ja, okay. En er zit een scène in waar er zeer slecht Italiaans gesproken wordt. Ah ja, en die scène heb je net ook nog bekeken, dus het blijft bij die scène. Als je ze biedt afslaat, kan je Arrivederci zeggen. Arrivederci. Goed, dat was het voor onze eerste aflevering. Morgen zijn we er opnieuw na de tweede etappe. Dat is een heuvelrit met start in Cesenatico, onlosmakelijk verbonden met Marco Pantani en aankomst in Bologna. Rest mij nog iedereen te bedanken. Dave, GP, Seba, onze cameraman hier ter plekke, aan Elisabeth, die ons van op het thuisfront goed laat klinken. Bedankt aan het Nieuwsblad en vooral bedankt aan jou, beste luisteraar. Tot morgen. Arrivederci. He lived up to Fabian Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de Remco Evenepoel.